Op de N279 tussen Asten en Meijel is vrijdagmorgen een automobilist om het leven gekomen. De man kwam rond 6:15 in de buurt van Heusden, vermoedelijk frontaal in botsing met een vrachtwagen. Hulpverleners waren snel ter plekke, maar ze konden het leven van het slachtoffer niet meer redden. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar was volgens de politie wel erg geschrokken. En zij zijn begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.